Hier, in dit filmpje, zien we een paard op een weiland. Zo lijkt het op het eerste gezicht. En eigenlijk is het ook niet meer dan dat. We zien hier hoe gebiologeerd dat paard het gras onderzoekt en aftast, ongestoord door de kijker, in dit geval ons. Het loopt wat, slaat af en toe wat vliegen weg, knippert met zijn ogen, maar is vooral bezig met dat lekkere gras. Je zou haast kunnen zeggen dat het paard precies doet wat het zou moeten doen. En als je het dan op die manier bekijkt, besef je opeens dat een paard een soort karikatuur is van zichzelf. Zoals wij de paarden uit prentenboeken en verhalen kennen, precies zo is dit paard. Het is niet bezig met meer te zijn dan dat, of zijn positie als paard te mystificeren. Het is bijna alsof het weet dat het een paard is, en daarmee een show opvoert die wij als toeschouwer van hem verwachten. Een paard die de rol van paard speelt. Een karikatuur van zichzelf.